Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van WK voorspellen. We gaan kijken wat er in de halve finales is gebeurd en we gaan natuurlijk de finale voorspellen in deze laatste voorspelaflevering. We kijken eerst naar de uitslagen. Argentinië won met 3-0 van Kroatië en Frankrijk met 2-0 van Marokko. Wat betekent dat Argentinië tegen Frankrijk de finale wordt. De voorspellers top 8 ziet er op dit moment zo uit. Piaggio en Stans zijn allebei bovenaan met 41 punten. Daar is het dus nog heel erg spannend wie er met de winst vandoor gaat. Sven kan ook nog zeker eerste worden. Alleen die had helemaal niks ingevuld. Zo zonde, want anders had hij misschien wel bovenaan gestaan. En Mikey kan in theorie nog gedeeld eerste worden. Als hij allebei de wedstrijden compleet goed voorspelt. En dat de bovenste drie alle drie helemaal niks goed hebben. Ik zelf sta vijfde, ik kan het niet meer halen, maar ik ga natuurlijk nog steeds voorspellen. Kars en Martin staan zesde en Rins staat achtste. Verder kan natuurlijk gewoon iedereen de volledige stand zien in de beschrijving. Dan kijken we naar de laatste twee wedstrijden die er te voorspellen vallen. Kroatië tegen Marokko en de finale Argentinië tegen Frankrijk. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Ik zie jullie alleen nog bij de laatste aflevering om de eindstand te laten zien. Nog maar één ding te zeggen. Adios, amigos.